Ik ben Naken, ik ben 7 jaar. En ik heb een stoma. Ik vind het niet echt heel leuk om een stoma te hebben. In het voetbalteam ben ik het enige die het heeft. Kinderen zonder stoma snappen het niet. Ik vond het wel vervelend als ik me om ging kleden. Ging naar andere kinderen kijken. Het is een beetje ingewikkeld om allemaal uit te leggen. Het verhaal van Narik, dat begrijp ik supergoed. Ik heb zelf op een kinderleeftijd ook een stoma gekregen. Dus ik weet hoe moeilijk het is om met die dingen om te gaan. Lotgenootjes zijn super moeilijk te vinden. En ook hoe verschoon ik mijn stoma, ja, dat weet je in het begin gewoon niet. Je moet het allemaal zelf uitvinden. En daarom is het zo fijn dat we nu iets ontwikkelen wat ons gaat helpen. Kom maar Narik, hier is Chanille. Ik ga je iets vertellen over de kinderstoma-app. Wat superleuk dat je meewerkt aan de stoma-app. We hebben een spelletje ontwikkeld. Vind je het leuk om die uit te proberen? Ja. De app wordt ontwikkeld samen met ouders en kinderen. En we letten er daarbij natuurlijk op dat de app veilig is. Het gaat zo dat je komt bij de dokter en de dokter die geeft je dan een toegangscode. En daarmee kun jij die app op. Wat zou jij belangrijk vinden? Ik wil een maatje vinden. Het moet wel veilig zijn. Nou, een kind zou zo'n app gebruiken omdat ze dan op een super toffe manier leren omgaan met hun stoma. En ze kunnen gewoon gezellig contact hebben met elkaar via een chatfunctie die erin zit. En die games die zijn gewoon super leuk om te spelen, omdat je dan op een leuke manier eigenlijk kennis maakt met je stoma en hoe je die kan verzorgen. Zo'n app is belangrijk omdat het heel goed is voor het zelfvertrouwen van het kind, wat eigenlijk een beetje ingedeukt wordt als je natuurlijk op zo'n jonge leeftijd een stoma krijgt. En ook voor de ontwikkeling voor als je ouder wordt. Help jij ons de app te maken? Stem op ons! Ik wil de stoma-app. Stem op Narik!